Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 33 in Japan. Heb jij aflevering 32, de vorige aflevering in Rusland, gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was een goede wedstrijd. We wonnen daar ook en we verkleinen daardoor de achterstand op Lewis Hamilton met 10 punten. Dus dat belooft nog wat, maar heb je die gemist? Eerst even terugkijken. Russell scoorde daar ook een podium. En Hamilton toch nog naar die P2. We zijn vandaag aanbeland in Japan. Het land van de reizende zon. Hopelijk kunnen we er iets van maken. Maar Japan is niet mijn lievelingscircuit. Maar toch. We zijn er klaar voor de kwalificatie in Japan. Helaas hebben we een penalty gepakt. Vanwege het verwisselen van componenten. 10 plaatsen dus. Ik heb een component wat zwaar beschadigd was. Toch laten vervangen, want ik wou het risico niet nemen. Maar alsnog de kwalificatie gewoon opgenomen voor jullie. Extra content is een langere video. Jullie snappen mij, geloof ik. Mooi. Terug naar de kwalificatie in Suzuka. Ik verwacht hier niet zoveel bijzonders. Deze baan ligt mij gewoon niet goed. En ja, wat kunnen wij ervan maken? Een waarschuwing vanwege het bocht afsnijden. En dat is een P3. Interessant om te zien. Q2 inmiddels. Ook op de softbanden. En de vraag is, komen wij ook door naar Q3? Want als we stranden op P12, dan starten we helemaal achteraan. En dat wil ik niet. Weer een waarschuwing voor de bochtafsnijding. En het is een P4. Inmiddels aanbeland bij Q3. We zijn dus door naar het laatste deel van de kwalificatie in Japan. En kijken wat dit ons gaat opleveren. Hopelijk misschien een P3 of zo, ik noem maar wat. En de eerste run gaat ons leiden naar een P6. Een P6, dat is inmiddels een P10. En als het zo eindigt, dan staan we helemaal achteraan. En dat wil ik gewoon niet. Dus we moeten er gewoon nog een keer hard voor gaan pushen. Hopelijk dat dat nu wel lukt. Dat we wat meer naar voren staan. Kom aan bij het laatste deel van het rondje. We snijden die bocht gewoon af. Waarom wel, waarom niet? Ik weet het gewoon helemaal niet. En het wordt een P4 met paars in sector 3. Het is een P8. Wat betekent, we starten dus vanaf P18 op de grid. Russell naar P4. En als het zo eindigt, dan hebben we een flinke dip in het WK. Maar goed, het is niet anders. We moeten er gewoon het beste van zien te maken. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 33 in Japan. We starten vanaf P18. Laten we gaan kijken wat het gaat worden. In the south of Japan's Honshu Island, for a race that has seen many title deciders over the years. Some simple, some controversial, but all contributing to a legacy that makes the Japanese Grand Prix an indispensable stop in any Formula One season. 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left, for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about the professor. There's been some controversy surrounding some comments they made in the media recently. What's your take on that? Anyone who publicly criticizes their team is walking a dangerous line. Sure, sometimes people need a kick up the rear, but more often than not, they need support and encouragement. I can't imagine they made many friends back at the factory with those remarks. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Albon, Russell, Max Verstappen and Sainz, Gasly, Norris, Vettel and Sergio Perez, Kvyat, Ricciardo, Esteban Ocon and Leclerc, Stroll, Giovinazzi, Kevin Magnussen and the Professor, Matsushita, De Vries, Grosjean and Nicholas Latifi.
Which of these talented drivers will... 3 points finish last race. Let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we mee gaan nemen naar deze wedstrijd. En dan gaan we ook gewoon beginnen voor carrière aflevering 33 in Japan. We starten vanaf P18. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen heel goed weg. Beter dan Magnussen. Al gelijk al een aantal jongens te grazen genomen. Net niet Perez geraakt. Dat scheelde maar helemaal niks. We pakken hem hier mooi aan de buitenkant. Ook Ricciardo aan de buitenkant gepakt. Ondanks dat we op de curbstone reden. Maar P10 alweer. Vanwege die hele goede start. En nu zitten we klem achter Sebastian Vettel. Ik probeer andere lijnen te rijden. Dat gaat daar helaas niet. Dus we moeten nog even wachten. En kijken wanneer het dan wel lukt. Vettel blokkeert een band. Sorry. Die blokkeert geen band, die rijdt gewoon op het vuil. En we kijken aan de binnenkant. Jazeker, we kijken mooi aan de binnenkant. Hij laat gelukkig ruimte over. En de volgende heet Pierre Gasly. Einde ronde nummer 1. En we hebben hier een betere exit dan de Fransman. We pakken hem heel mooi buitenom. Zo doen we dat. En Gasly kan niet terugkomen. Hij stond de afgelopen 2 races telkens op het podium. Dus de verwachtingen zijn torenhoog voor Pierre. We kunnen Sainz net niet aanvallen, want ja, hij is net ietsje sneller. En we moeten helaas afremmen om zometeen weer een nieuwe aanval te wagen. DRS is inmiddels ook ingeschakeld. Momentje overstuur op die exit. En we rijden mooi op P7. Daar zitten we dan met een aanval op Carlos Sainz. En die aanval is gelukkig nu wel geslaagd. P6 inmiddels. Heel goed om te zien. En we gaan ronde nummer 4 alweer in. Ronde nummer 5. En daar kijken we met een aanval op Verstappen. Hij laat de deur heel ruim openstaan. En we zijn naar P5. Daar hebben we dan ook Alexander Albon gepasseerd. Mooi aan die buitenkant. Hij laat ruimte over en dat is heel goed om te zien. En nu moeten we naar George Russell toe zien te rijden. Ronde nummer 7. En Russell laat de deur mooi openstaan. Wij gaan er voorbij. En dan heet de volgende Lewis Hamilton, die op de medium band rijdt. En hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas, die rijdt ook op de medium band. En die zijn er ook heel erg langzaam. Ronde nummer 7. En daar kijken we aan de buitenkant bij Lewis Hamilton. Lukt dat? Dat lukt. We tonen daar even onze ballen. En Bottas duikt naar binnen. Zeg ik dat goed? Nee, sorry, dat zeg ik niet goed. Ik dacht even van wel. Ik denk, huh, waarom ga je nu naar binnen? Want je rijdt op de medium band. Russell heeft al gelijk toegeslagen. En is voorbij aan Lewis Hamilton. Ronde nummer 9. En we zetten paars, paars, paars in sector 1, 2 en 3 neer. En de snelste raceronde is nu in handen van ons. Met een 1.30.5. Gat naar Bottas is 1,1 seconde. En hij rijdt op de medium band. Mijn pitwindow opent volgende ronde, zegt Jeff. Dus we moeten zo meteen pushen als een gek. Ja, nu duikt Bottas wel naar binnen. Huh, hij gaat nu al naar binnen. Hij rijdt op die medium band. Huh, oké, dat is even verwarrend. Bottas gaat naar binnen. En rijdt dus niet langer door. Russell is ook naar binnen gedoken. En wij komen eind ronde nummer 10 naar binnen. Maar een interessante strategie van Mercedes en Valtteri Bottas. Want Hamilton gaat wel langer door op die mediumband. Goede pitstop, maar er was een verstelling niet beschikbaar.
En we gaan naar de harde band met nog 16 ronden te gaan. Bottas heeft ons undercut. Of ja, de overcut op Bottas heeft niet gewerkt. Maar Matsushita rijdt daar nog voor. En Bottas kan hier niet aanvallen. Hij kan alleen maar naar Matsushita toe rijden. Dus we kunnen wel zometeen een aanval wagen aan het einde van ronde nummer 11. Momentje overstuur op die curbstone. En Bottas zit te kijken bij Matsushita aan die buitenkant in 130R. Lukt dat? Bottas toont daar even flinke ballen en haalt hem daar buitenom 130R gewoon in. Matsushita is hier dan gezien, want wij halen hem nu in. En dan heet de volgende Valtteri Bottas. Die naar de softbanden is gegaan. Interessant. We gaan ronde nummer 12 alweer in. En is Bottas hier dan gezien? Bottas is hier gezien. Jazeker. Gelukkig. P4 is van ons. Daar gaat ook Lance Stroll naar binnen. Wij zetten weer de snelste race onderin met een 1.29.8. En Charles Leclerc moet opgeven voor de leiding. Geeft hij ook op? Hij geeft op dit moment op, maar we schieten iets te ver door. Raken Charles Leclerc per ongeluk. Sorry Charles. Dat was gewoon mijn fout. En ja, daardoor raak ik gewoon helemaal afgeleid. En Charles Leclerc staat vast in de grindbak. Rijdt nu inmiddels weer. Maar heeft een voorvleugelschade. En gaat Russell en Co. Hamilton dus ophouden. Wij voelen nu de druk van Valtteri Bottas. Kijk daar naar die buitenkant. Maar daar is geen ruimte voor Valtteri. Ze moet nog even wachten. Wij rijden nog steeds aan de leiding van de grote prijs. Goed om te zien. Er zijn nog 14 ronden te gaan. Ronde nummer 15 inmiddels. En Russell rijdt op die P3 rond. Albon na 4 op medium banden. Esteban Ocon is uitgevallen in de wedstrijd. Staat daar stil. Bij sector 2. Net onder de brug door waar wij dus nu rijden. Daar staat hij dus stil. Jammer, maar helaas. We gaan ronde nummer 19 alweer in. En we zetten de snelste race ronde met een 1.29.1. Russell heeft Albon volgens mij verschalkt. Of is Bottas naar binnen gedoken? Volgens mij is Bottas naar binnen gedoken. En Russell rijdt nu rond op die P2. Een 1-2'tje is het nu dus voor ons team. Heel goed om te zien. Dat moeten we zo volhouden. Terwijl Kevin Magnus uitgevallen is. De safety car is op de baan. En we passeren net de pitlane. Jammer, want we hadden gewoon een gratis pitstop kunnen krijgen. En dan hadden we gewoon alsnog de leiding in handen gekregen. En dan zouden we ongeveer, ja, waar is het? 6 seconden nog voor Russell eindigen. Dus dit is wel jammer. We hadden gewoon even naar de softbanden kunnen gaan en gewoon, ja, hard kunnen pushen. Maar ja, dat is dus helaas niet gelukt. We rijden dus nu achter de safety car. En het is ronde nummer 22 alweer. De safety car duikt naar binnen. Russell rijdt op die P2. We hebben gewoon weer een 1-2'tje in handen. Net als in België. Maar dit keer in andere volgorde. En als het zo eindigt, dan pakken we de leiding over van Mercedes in het constructeurs volgens mij. En dan pakken we ook de leiding over in het coureurskampioenschap van Lewis Hamilton. Dus dit belooft nog wat voor de laatste 5 ronden in de wedstrijd. We doen het lekker rustig aan. Oh, oh, oh. Dat was iets te vroeg op ons gas. Een momentje overstuur. Maar we mogen weer racen, racen, racen. En we gaan ronde nummer 23 alweer in. En Albon rijdt dus op diverse medium. Heeft een gat van 15e. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar ja, ik dacht dus, laat ik even over die mediumband spreken. Het gat naar Russell en Albon is ongeveer 3/10. En Albon rijdt op diverse set medium. Dus dat is interessant. Ronde nummer 24 en Albon heeft Russell verschalkt voor die P2 in de wedstrijd. Jammer, maar helaas. Russell moet nu Lewis Hamilton zien af te stoppen. Terwijl wij ons weer verbeteren naar een 1.28.9. De snelste raceronde tot nu toe. DRS is ingeschakeld.
maar daar heeft Alexander Albon helemaal niks aan. Want het gat is al 3,6 seconden. We gaan zo meteen de laatste raceronde alweer in. Dan finishen we op P1 met Albon op het podium en Russell die gewoon weer een podiumplek pakt. Heel goed gedaan van de jonge Brit. Uitstekend werk. En ja, dat belooft ook wat voor de volgende wedstrijd in de Verenigde Staten. Want ja, als Russell dan ook het zo goed doet, dan is hij gewoon een hele goede backup voor ons team. Een ideale tweede rijder. Hij wint ook nog gewoon races, pakt podiums. Het is gewoon een hele goede coureur. Maar eerst deze 1-3 vieren met ons team. En gaan we ons opmaken voor de grote prijs van de Verenigde Staten. They've done it then, here at Suzuka. A brilliant win on this beloved Figure of Eight circuit. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De uitslag van de grote prijs van Japan. Wij winnen dus de wedstrijd. Alexander Albon naar P2. George naar P3. Hamilton naar P4. Bottas naar P10. Pakt een penalty van de 5 seconden tijdstraf. Wij krijgen Driver of the Day. En we leiden het klassement met 4 punten bij de coureurs. En 1 punt met de constructeurs. Dus dat belooft nog wat voor de laatste paar rondes van het kampioenschap. En Russell ziet Bottas tegemoet komen. Dat is interessant. Interessant om te zien. Heel interessant. Ja, Albon kan gewoon geen wereldkampioen meer worden. Maar goed, dat is dan weer voor een ander verhaal. Dit was dus deze aflevering, mensen. Ik hoop jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de Jinan mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020. My Team Career Mode. Ga verder in de Verenigde Staten.